30 mei bereikte ons het treurige bericht dat Martine Peil was overleden. De laatste jaren was ze natuurlijk vooral bekend als presentatrice van Heel Holland Bakt. Maar ze was ook een fantastische actrice en zangeres. En ze was ook een heel belangrijk schrijfster en vertaalster. Van kinderboeken, van tv-series zoals Het Zonnetje in Huis. Maar ook van maar liefst 14 musicals. Ze vertaalde musicals als The Lion King, Beauty and the Beast, Billy Elliot. Maar ook Sister Act, We Will Rock You, Wicked en nog 8 andere musicals. Een miljoenen publiek heeft van haar teksten genoten. En we overdrijven nog niet als we zeggen dat zij de belangrijkste vrouw in de musicalwereld was. En daarom willen wij haar vanavond en haar musicalwerk eren. En dat doen wij samen met 3 musicalsterren die in haar musicals hebben gespeeld. Dames en heren, een groot applaus voor Stanley Burleson, René van Kooten en Willemijn Verkuijk. Stanley, jij speelde in 3 door Martine vertaalde musicals. Sister Act, La Cage au Folles en Beauty and the Beast. Wat is voor jullie als artiesten nou het geheim van een goede vertaling? Als vertaler moet je niet te letterlijk denken. En dat snapte Martine heel goed. Ik zal je een voorbeeld geven. In The Lion King zit een nummer dat heet Can You Feel the Love Tonight? Nou, als jij en ik dat gaan vertalen, dan krijg je Kun je de liefde vanavond voelen? Ja. Nou, daar zit niemand op te wachten. Martine had een briljante ingeving. Voel je hoe de liefde groeit? Dat is meteen een ander gevoel, ronder, warmer en voor jullie ook makkelijker waarschijnlijk om te performen. Ja, absoluut. Willemijn, jij speelde Wicked in 3 verschillende talen. Ja. En de fans zijn allemaal mee. Maar jij kunt dus heel goed vergelijken de teksten met elkaar. Hoe goed was de tekst van Martine? Ja, weet je, het was zo'n enorme opgave om Wicked te vertalen. Alle ogen op je gericht, weet je. Het is overal opgevoerd. Duitsland, Broadway, Londen en dan in Nederland. Wat gaat het dan worden? En ik was zelf natuurlijk ook heel erg benieuwd. Wat gaat Defying Gravity dan in het Nederlands worden? En dat werd Ik lach om zwaartekracht. Echt, echt prachtig, geniaal. En ja, ik vond het echt een eer om met Martine te werken. Ja. Mooi. Hoe was dat, René, om met Martine te werken? Ja, fantastisch. Het was zo'n lieve, betrokken vrouw. Ik heb bij de opnames van de cast van Beauty and the Beast met haar mogen werken. Daar was ze elke dag bij in de Wisseloord Studios voor de rol van Gaston. En je merkte als je het goed aan het inzingen was en goed haar vertaling vertolkte, als ze een beetje begon te gniffelen. En ze had dan een kleine. Als je er dan later tegenkwam, ging ze weer door op die toren van vlees die ze vertaald had. En dan kon ze zo heel ondeugend kon ze daarbij lachen. En ja, het was een ontzettend lieve, warme vrouw. En een uniek talent. Ja, goed. Terecht dus vanavond, dames en heren, een ode aan Martine Peil. Wees maar stil. Jij krijgt van mij wat je wil. 2 warme armen, melk en honing. Het komt wel goed. Wees maar stil. Want jij woont in mijn hart. Heel diep. Verduister het licht.
Geen schuld en geen spijt. En het vuur in mij is tot as vergaan. Laat het over zijn voor de zal ooit mijn reis ten einde zijn.